Ik heb eens nagedacht wat ik voor jullie kon doen om eigenlijk ervoor te zorgen dat we op een volgend niveau u tips kunnen geven om als HSP sterker in het leven te staan. Vandaag ben ik eigenlijk samen gaan zitten met een bekende netwerker. En hier is hem, onze George. Nee, grapje, grapje. Ik heb uitgenodigd Stijn. Hallo. Hey Stijn. Stijn is eigenlijk professioneel netwerker en hoogsensitieve man. En de reden dat ik het zo fijn vind om hier met u vandaag te staan, is eigenlijk omdat als netwerker komen er heel veel prikkels binnen. Dus we kunnen nog wel eens wat leren van Stijn. En jij hebt een paar tips voor ons opgezond vandaag en ik wil u die graag laten vertellen. Tip 1, als je gaat netwerken, omring u met heel fijne mensen. Niet mensen dat je denkt van, oh, ik moet die niet. Mensen dat je energie van krijgt. Dat is tip nummer 1. Oké, mooi. En wat nog? Tip nummer 2 is, het wordt van tijd gewoon te druk. Maak dan gewoon dat je 2 minuten wegzet. 2 minuten, niet langer. Naar de wc, sigaret gaan roken, even weg, whatever. Maar gewoon 2 minuten uit die ruimte. En ik zou dan zeggen, ga geen sigaret roken, maar ga even ademen bijvoorbeeld. Want wat gebeurt er bij mensen die roken? Door het feit dat die zo diep inademen, creëren die heel veel rust in hun lichaam. Dus waarschijnlijk daarom dat je het ook zegt, dat diep ademen, diep in de buik ademen, creëert veel rust. Dus ga inderdaad heel eventjes jezelf afzonderen en pak 2 minuutjes om te ontprikkelen. Ja, zelf drink ik geen alcohol en maximum 1 koffie. Ja, oké. Inderdaad, want het heeft echt weinig zin om 's avonds koffie te drinken en alcohol verdooft weer. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je dat prettig vindt, maar dat is niet de manier. Er zijn betere manieren om vanuit je mindset dit te creëren in plaats van verdovende middelen te gebruiken. Dus wat mooi dat je eigenlijk op gezondheidsvlak hier ook al mee aan de slag gaat. Ik had nog een paar tips, hè? Ja, piekeren is geen bedsport. Dus ik zorg ervoor dat ik uitgepiekerd ben als ik in bed stap. Ja, nice. Heel goed. Hoe doe je dat? Ik schrijf het van mij af. Ja, precies. Dat doe ik dus zelf met mijn cliënten ook. Ik laat ze ook vaak schrijven voor ze in bed kruipen. Schrijven werkt heel goed in combinatie met je onderbewustzijn en het creëert rust. Dus ga het van je afschrijven. En tot slot? Ja, HSP'ers zijn zo geweldige pleasers, hè. Dus heel veel je bewustzijn van beloften die je maakt. Maak niet te snel beloften, nee. Want het is heel hatelijk voor jezelf als je die niet kunt namaken, nakomen, ja. Waarmaken. Ah. Juist. En dat is ook zo, want wij zijn als HSP, we hebben zo'n hoog rechtvaardigheidsgevoel dat het voor ons heel makkelijk is om integer te zijn naar anderen. He, dus we maken een afspraak met iemand, we gaan die wel nakomen. Maar we zijn eigenlijk niet zo lief en integer met onszelf. En dat vind ik eigenlijk misschien nog wel de mooiste boodschap. Wees integer met uzelf en zorg dat je eerst kijkt of het binnen uw agenda past en binnen uw voorwaarden past, voordat je zomaar overal ja op zegt. Dat zijn onze tips van vandaag. Ik denk dat George het ook geweldig vond. Juist, George. Ja. Ja. Dus heel fijn. Hopelijk kunt je er iets mee. Pak ze vast. Ga ermee aan de slag. En tot de volgende. Ciao. Groetjes.